Hallo, hallo en welkom bij een gloednieuwe video van de Schetsvlogger. Ja, en in deze video, het is eigenlijk een heel korte video. Ja, ik denk het wel. Maar ik heb net een berichtje gekregen dat mijn pakketje toegekomen is. Ik heb namelijk een pakketje besteld op bol.com. En was dat er in dat pakketje, of zou er al in zitten? Ja. Zoals je ziet bij mijn fiets, daar zit eigenlijk tekenpapier in. En ik maak wel graag video's over dingen die ik bestel, dingen die ik aankoop. Als het tenminste te maken heeft met het kanaal, zoals tekenboeken of zo, in dit geval tekenpapier. Maar ja, ik moet er dus achter in het postkantoor. Ik laat het daar eigenlijk leveren omdat dat een stuk makkelijker is. En het is wel een schone wandeling naar daar. Ik heb natuurlijk mijn trui aan. Maar we gaan dus het pakketje gaan halen. Dus ja, ik zou zeggen, blijf zeker kijken naar mijn video. Ja, en we gaan het ook zeker uitpakken in deze video. Dus dit is eigenlijk het pakketje. Maar de vraag is of dat in mijn fietszak gaat passen. Ik ga het een keer proberen, als het niet lukt. Dus we hebben het pakketje mee. En ik weet niet of je dat ziet, maar daar zit eigenlijk heel van achter. Je staat dus niet vast. Dus ik moet nog heel voorzichtig zijn. Ik ga ook te voet terug. Want als ik rij, had hij er waarschijnlijk van vallen. Dat willen we niet. Ja, er zit niks breekbaars in, maar de bedoeling is dan natuurlijk niet dat we dat gaan laten vallen. En dan zie ik jullie zo. Totdat ik thuis ben. En zo zijn we eindelijk thuis. Zo zijn we natuurlijk niet ver hoor, het postkantoor. En dit is het pakketje. En zoals je waarschijnlijk had al gezien aan de intro en aan de titel. Is het tekenpapier. Dus we gaan die samen met jullie unboxen. Dus let's go. Dus dit is het. Dit is het eigenlijk het tekenpapier. We gaan even kijken. Het is gemaakt in China. Zie ik hier. Maar staat er ergens info. A3. 250 sheets. 1 pak. Met 130 gram. Dat is mooi papier. Maar natuurlijk moet ik nu een plaatje vinden. En ik denk dat ik het hier ga doen. Of hier. Ik denk dat ik het hier ga doen. Dus ik ga hier mijn papier inzetten. Ik ga die ruimte volledig weghalen. En dan gaan we dat papier hierin doen. Het papier ligt hier. Eigenlijk is het wel heel dik papier. Dus heel goed papier. Ik ga hem zeker nog gebruiken. En nu alleen nog die karton naar beneden doen. En we hebben de unboxing eigenlijk gedaan. Ik ben eigenlijk heel erg content. Dus mochten jullie misschien geïnteresseerd zijn in het papier, dan zet ik even een linkje onder de video van bol.com, wat je het kunt dan. Het kan zijn dat ze niet in voorraad zijn, of dat die al afgehaald is van de website, ik weet dat niet. Ik hoop dat het nog een tijdje blijft op bol.com, want laten we eerlijk zijn, papier is toch de dag van vandaag toch redelijk duur. Ik denk dat ik voor A3, voor die ongeveer
23 euro heb betaald. Ik vind het eigenlijk nog zo van prijs. Ik zou zeggen, deel deze video ook zeker met je vrienden. Abonneer ook op mijn kanaal. Mijn kanaal is volledig gratis om te abonneren. En dan zie ik jullie in een andere of een nieuwe of een andere video terug. Dus tot de volgende video.